geweldig stuk huisvlijt. Echt waanzinnig gedaan. Laten we hopen dat de wedstrijd hetzelfde niveau heeft. Driver. Zag daar wel Diemers, dat was ook de juiste oplossing zou je denken. Alleen de paas was niet goed genoeg. Groeneveld wint dat duel. Oh, de speler van de Graafschap geblesseerd waar Groeneveld naar binnen komt en de 1-0 maakt. In de 10e minuut is er de voorsprong voor NEC. Op het moment dat zijn tegenstander zwaar geblesseerd raakt. En let op Groeneveld en zijn tegenstander die daar zich verstapt. En ik ben bang dat dit een hele zware blessure is voor hem. Groeneveld door. En de man die terug is van een blessure, Arnoud Groeneveld, opent de score. Met applaus van het veld. Zijn vervanger staat al klaar, Bart Straalman. Nog een bemoedigend tikje van zijn coach, van Henk de Jong. Diemers. Straalman. Van Michel, goede bal op Ars. Prima redding van Delle. Lekker die bal. De 16 ingepompt. Ars komt voor zijn man. Prima redding. Draait dus in. En achterin. Oh, wat een kans voor Ars. Wat een geweldige mogelijkheid voor hem. Kan NEC misschien nog een keer gevaarlijk worden. De steekpaas richting Groeneveld. Braken randje 16. Periogo die doorloopt richting eerste paal. Randje 16 ook Dijkstra. En die, wat een redding Bednarek. Die leek toch gezien, die leek geklopt. Een prima save van Bednarek. Sararens. Goeie bal. En daar Ars. Maar de keeper ook. En dit is de gelijkmaker. Daryl van Miegem. Hij is ook clubtopscorer. Was het al voor vandaag met 5 treffers. Nu zijn 6e. Als de bal vanaf de zijkant komt. Dille wel uitkomt. Maar hem eigenlijk alleen maar in de voeten stond. Van Miegem. Die ook terug, Rai, juiste snelheid, goed gespeeld. Rai, langs Driver, oeh, ja, is er buiten denk ik. Zal er net buiten zijn. En voor Driver is het nog geel. Ja, het scheelde niet zoveel hoor. Kadioglu met de vrije trap. Oh, bijna een eigen goal en dan Braken die daarvan profiteert. De hernieuwde voorsprong voor NEC. Sven Braken met de treffer naar die vrije trap die scherp voorkwam. Het is Ars notabene die bal dusdanig terugkopt dat Bednarek het enige wat hij kan doen in eerste instantie is de bal tegenhouden. En dit is ook einde wedstrijd. Sjoerd Ars, dat zal niet met die actie te maken hebben. Maar Anthony van der Hurk is de vervanger van Sjoerd Ars. Straalman. Nou, dat doet de bek aardig. El Jebli. Van de Hurk. En dan Sararens. Maar het wordt wel tijd voor de ploeg van Henk de Jong. Want 78e minuut is hier het staan. Een kwartiertje dus om die 2 en achterstand goed te maken. En na drie bogen is dus op weg naar weer een overwinning. Deze hoekschop. Van de Hurk. En dan de achtergola. En die beslist de wedstrijd. Maakt er 3-1 van. De goal van de teruggekeerde Wojciech Golla. Is een aantal wedstrijden vanwege een blessure. Daar blijft die bal wat hangen. Een flinke botsing nog van der Pavert. Die daarbij is gezitten. Misschien niet op tijd ziet dat zijn collega centrale verdediger Wojciech Golla de 3-1 maakt. Vrije trap in het voordeel van NEC. Aardige draaier, maar ook weer een goede redding Bednarek. Ja, Kadioglu is natuurlijk een speler die schitterende goals maakt, over het algemeen.
Hier wordt hem dat ontnomen. Een schitterende goal maken, want hij had gepast hoor. Uiteindelijk komt er aan een prima reeks van 8 wedstrijden ongeslagen te zijn van de Graafschap het einde. NEC, de koploper, wint deze op voorhand toch als lastig bestempelde uitwedstrijd.